We staan hier op de velden van de golfclub PH. Kun jij iets over die PH Golf vertellen? Ja, zeker. Al lang geleden hebben we hier een hele mooie golfbaan gecreëerd. En is voetbal niet meer ter sprake hier. Nee. Kun je iets over die sport zeggen in het kort? Ja, deze specifieke golfbaan heeft 9 holes. Waarbij je dus 9 holes doorloopt van 1 tot en met 9. Je slaat af op een mat en gaat dan richting de green. En op de green, daar is de hole. En daar probeer je het balletje natuurlijk zo snel mogelijk in te spelen. Uiteindelijk dus om een zo laag mogelijke score te krijgen. Juist. En ja, hoe kunnen mensen hier lid worden? En hoe kunnen ze dat spelletje leren? Nou ja, PH Golf heeft een proeflidmaatschap waarbij je ook je baanbewijs kan krijgen. En we hebben hier ervaren instructeurs die ervoor zorgen dat mensen richting een handicap 54 gaan. Hè, waarbij ze dus de banen mogen bespelen in de omgeving. Er worden ook wedstrijden gehouden, hè? Klopt, er worden ook wedstrijden gehouden. Er zijn... Elke maand hebben we maandbekers, dus waarbij iedereen mee mag doen door de week. Wekelijkse wedstrijden voor dames en voor heren op de dinsdag en op de vrijdag. En daarmee kom je onder elkaar en dat maakt het ook een hele gezellige sport. Ik heb begrepen dat u het een en ander weet van het toernooi dat straks in september wordt gehouden. Kunt u ons daar wat meer over zeggen? Ja, die Almeloze Open Golf Kampioenschap, zoals we dat noemen, die is begonnen in 2013, de eerste keer. Deze jaar wordt de 8e. We hebben natuurlijk vorig jaar moeten overslaan, voor al bekende redenen. We hebben gemiddeld door de jaren rond de 115, 120 deelnemers. We spelen in 4 rondjes over zaterdag en zondag, 's ochtends en 's middags. Ongeveer denk ik 80% mannen en 20% vrouwen. Dus meer vrouwen erbij zou altijd leuk zijn. En van die aantal die komen, rond de 40% is van buiten onze vereniging. Het toernooi, je kan aanmelden op de website. Er staat een inschrijfformulier. Maar de makkelijkste manier voor mensen die dat niet weten, die moeten via de website van www.golfinalmelo.nl. Kan u ook misschien nog voor mensen die dat misschien niet weten, zeggen wat een handicap dan is? Het betekent dat als de handicaps allemaal goed zijn, dat hopen we, dat de... Iedereen heeft dezelfde kans. En ook een speler die niet zo goed is met een hoge handicap. Als hij voor hem een goede dag heeft, ja, dan kan hij alsnog winnen. Ik hoor dat u een van de onderhoudsmedewerkers bent van deze velden. We hebben onlangs op het hele veld irrigatie aangelegd. Zodat we de droge zomers een beetje weerstand kunnen bieden. Dus dan kun je die beter trotseren. Ja. Hoe groot is dat hele complex hier? Ja, het aantal meters is ruim 3 kilometer, zeg maar, dat je moet lopen. En dat is ongeveer, dat geeft een beetje het idee aan, als je dus 9 holes hebt gelopen, heb je zeker 3 kilometer gelopen. En je speelt zelf ook golf? Ja, dat is het. Dat is gewoon een ontspanning voor mij. Ik ben geen topspeler, maar ik vermaak me er prima mee.